De Stichting Bureau voor de Dienstverlening aan Niet-Governementele Organisaties heeft gisteren een filmavond over gendergelijkheid georganiseerd. Deze activiteit is het resultaat van een training in gender en videoreporting voor studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. Er zijn 2 documentaires geproduceerd en vertoond in het Lalaroek-gebouw. Directeur Sheila Kitwaru Noor Mohammed vertelt meer over het project. Nou, dit project is ontstaan in samenwerking met partners in het buitenland. Tamat in Italië en Arimage in Frankrijk. Naar aanleiding van een call for proposals van de EU om de positie van vrouwen te bevorderen. En met name hadden Suriname en Guyana in dit project de voorkeur. Omdat men heeft gemerkt dat de werkloosheid van de vrouwen en jongeren in Suriname en Guyana bijna het hoogste is in het heel Caribisch gebied. Dus de EU heeft toen speciaal deze call for proposals gelanceerd en wij hebben daarop ingespeeld omdat wij al werkten met een aantal van die doelgroepen. En dit project bestaat, bestaat ook wel uit 4 segmenten. Wat zijn die 4 segmenten? Nou, de eerste was dus de training van 80 studenten van de universiteit HBO-opleidingen. In gendergelijkheid en verschillende maatschappelijke vraagstukken die aan gendergelijkheid gerelateerd zijn. Ze daarnaast tegelijkertijd een training te geven in hoe video's te maken over maatschappelijke vraagstukken als deze. Ze te begeleiden om die video's te maken. En vandaag hebben we dan de launch van dat gedeelte van video reporting en gender training. En die video's die kunnen dan geüpload worden op de sociale media. Kitwaru Noor Mohammed zegt verder dat de doelgroep uit studenten bestaat, omdat zij de toekomstige beleidsmakers zijn. Ze verwacht dat bij het maken van beleid er rekening zal worden gehouden met gendervraagstukken. Veel meer uit. Ik heb ook veel van ze geleerd in de trainingen, hoor. Want ze hebben best wel veel ervaring met allerlei gevallen en situaties die ze tegenkomen. Een tweede component was dus de gendertraining van vrouwen en mannen in verschillende gemeenschappen. In boven Suriname, dus Paliwili, en in Marowijnen. Waarbij het ging om 40 ondernemers die gendertraining hebben gehad. Ze hebben training gehad in het schrijven van een bedrijfsplan. En ze hebben daarbij ook begeleiding gehad en microfinanciering om hun bedrijfsplan ook werkelijk uit te voeren. We hebben in dit project een unieke, voor ons ook nieuw, methode toegepast. En dat is learning by doing. Leren door te doen. Dus terwijl ze hun bedrijfsplan leren schrijven, hebben ze ook financiering gehad om het uit te voeren. Terwijl ze een jaar lang coaching hebben gehad van de deskundigen om hun bedrijf ook werkelijk tot een grotere hoogte te brengen. Net als bij de studenten, hè. Ze hebben constant die begeleiding gehad. Sheila Kitwaru Noor Mohammed van de Stichting Bureau voor de Dienstverlening aan Niet-Governementele Organisaties. De stichting heeft gisteren een filmavond georganiseerd over gendergelijkheid.